Hola, amigo. Ik deed even mee met de muziek van de Scam. Oh, dat was zo mooi. Hola, amigos, en welkom bij een nieuwe Game Theory hier op Olds Games. Vandaag is het weer tijd voor Everybody is Gone to the Rapture. Rapture. Ik heb geen idee. We weten nog steeds niet. Maar we hebben wel een reactie van de dag. Een reactie van de vorige aflevering van deze serie. En die ga ik even voorlezen. Het is een ontzettend lange reactie van Lily Emma. Ik heb hem helemaal gelezen. Ik heb natuurlijk alle comments gelezen. Maar deze had zo'n lap tekst. Ik denk, oh, nu komt het. Ze moet het zeggen. En wat ze allemaal zegt, het klinkt wel een beetje zo van alsof het klopt. Dus luister goed iedereen. Hier komt mijn theorie. Bij de radio die in de auto zegt, zegt die man dat het een tumor is, deze man die hier was. Maar uiteindelijk, als hij doodgaat, zegt hij dat hij het niet kan, omdat het niet zo snel groeit. Hij kan de ziekte alleen maar omschrijven als vloeibaar licht. Het is voor de mensen dan onverklaarbaar. Het is dus een grote kans dat het iets uit de hemel / buitenaards is. Deze ziekte is er denk ik niets voor niets. Ik denk dat er een geest is en die eerst in dat dorp woonde en zijn geliefde weer terug wilde. Daarom verspreidde hij een dodelijke ziekte die hij door middel van licht verspreidt naar de juiste persoon. Licht en wit wordt, by the way, vaak geassocieerd met de hemel. Dat is zeker waar. Trouwens, als je kijkt naar het logo van de game, dus kijk maar even naar de thumbnails, zie je daar twee verliefde mensen. Misschien was de ziekte alleen voor Kate bedoeld of zo, en daardoor, doordat zij werkt bij iets wat te maken heeft met elektriciteit, is het vloeibare licht in de kabels gekomen, waardoor iedereen het krijgt. En de herinneringenbolletjes, dat is ook licht. Wow, misschien zit daar ook iets achter. Oh my god, ik vind het zo interessant, goed spel. Dankjewel voor je comment. Het was echt een labtekst. Ik hoop dat iedereen het een beetje heeft gevolgd die het nu kijkt. Ha. En anders kan je het zelf eventjes lezen bij de vorige aflevering op Aldi's Games. Dat kan je zeker doen. Wij waren hier vorige keer bij het huisartsenpost. En ik zie nu hier een huis staan. Ik wilde een winkeltje zeggen. Nee, het is gewoon een huisje. En ik denk, weet je, het is wel leuk als we daar eventjes heen gaan. Oh, kijk, we doen hem gewoon helemaal open voor onszelf, joh. Gewoon lekker binnenkomen, hè. Lekker binnenkomen. Hoppatee. Oké, hier staat ook een mooie auto. Een DAW. Nou, een DAW. Afkorting DAW staat voor droge abrikozenwater. Ja, heerlijk. Ik neem het altijd mee naar school en ik doe het ook op mijn brood. Nee, dat kan. Nee. Het is droog water. Oké. Ik snap mezelf weer niet. Oké. Ik vind het wel weer schattig dat elk ding een tuinhuisje heeft. Ik vind het wel schattig, maar het is gewoon meer een schuurtje, want er staat alleen maar fucking rommel in. Ah! Oké. Kunnen we wat doen met het huisje? Ik denk het niet. We kunnen gewoon een beetje rondkijken. Oh girl, yes. I do love him, father. I love them both. He's married. There are other people involved in this. Oh, I hardly think that anyone's in the position to claim the moral high ground, do you? Well, I take your point about Stephen and Robert, but I think Kate might see things differently. Do you? I mean, she's not screwing anyone else, pardon my French, but she spends all day and night locked up in that observatory. Stephen says they barely see each other. That's hardly a marriage, is it? Okay. Nou jongens, wat interessant zeg. Jeek, en wat een lichtballen. Die zeggen ook van, nou, ga maar met me mee. Lekker even bewegen over het gras. Nou, dat denk ik wel. Ik ga hem volgen. Ik hou hem achterna. Mag die open? Dank u wel. Oké, ik ga hem achterna, serieus. Oh my god, zijn we hier geweest? We zijn hier nog geen één keer geweest. Daar is wel de huisartsenpols en hier is een fiets. Oh mijn god. Brit die dit nu kijkt, die fiets is gevonden. Ik weet niet of een Brit een fiets zocht, maar ik verzon maar wat. Dus ja, vond ik leuk. Ik hoor weer een radio hier. Hier, oké, jongens, goed luisteren. The magnetic field is causing disruptions to phone signals and the rest of the electrics. There are voices on the line. It's 4 a.m. Oh. Maybe everyone is up looking at the light show.
De lichtshow. Oké, dus het heeft echt iets met licht te maken hoor, jongens. Echt waar. En elektriciteit. Want anders weet ik het echt niet meer. Ja, ja. Weet je, dat wisten we al eigenlijk in de eerste aflevering. Maar weet je, nu weten we het zeker. Like, oh damn, son. Like, oh, bain Marie. Oké. Wat is dit voor een schattig huisje? Oh, we mogen er weer niet naar binnen. Pot voor drie dubbels. Hier kan je zeker niet heen. Nee. Ze denken, oh, die doen we op slot hoor. Want Roy komt langs. Dan gaat hij mijn gieter stelen. Oh, god. Jantje, mijn hand. Jantje, zijn kleren. Wat een lul, Hannes. Oh my god. Oké, gaan we hier nog wat vinden? Ik heb een gevoel dat we hier wat gaan kijken. Met kinderen. Zo van... Oh, ja, denk jij ook aan het licht? Ja, ik ook. Doei. Hallo. Hij wil ons even ergens heen brengen. Nou, ga er dan naartoe, joh. Hup, hup, hup. Maar daar zijn we al geweest. Oh, hier... Oh. Waar gaat hij nou heen? Een rotmormel. Gaat zeker weer naar die kerk. Dat ding gaat altijd naar de kerk. Ik word helemaal gek van dat ding. Wat gaat hij nou doen? Nou, ik ben helemaal klaar mee. Weet je, ik ga maar gewoon in de bosjes plassen hoor. Dag. Dag. Like, duh. Ik wil in het water. Ik wil echt even in het water lopen, jongens. Lijkt me leuk. Kunnen we dat? Oh yeah, we can. We zijn zeiknat. Lekker hoor. Ik hou ervan. Oké, maar hier zijn we dus allemaal al geweest. Maar dat bolletje gaat steeds daarheen. Waarom gaat het daarheen? Dat is raar. Weet je, we gaan hier zijn. Hier zijn we nog totaal niet geweest. Hier ligt een ja, zo'n playback ding. Of weet je zo'n ding? Een Discman. Oh, het leven, jongens. Hashtag living room. Dat was echt het leven vroeger. Oh. See me as an outsider here as well. Is that supposed to make me feel any better? You know, I understand okay. It's difficult. That's all I'm saying. Your lot up at Vallis have never mixed with the local community. People here, they don't really understand what you do up there. Are you trying to get me to come to your church? It's not just about faith. It's about the community. Be involved. Be seen as part of it. One of them. Good morning, Father. Lovely day. Oh. Oh, hello. Mrs. Appleton, isn't it? Kate Appleton. It's Dr. Collins. Oh. Lady scientist. Whatever next. Good morning, Barbara. Good morning, Barbara. Yeah. What is the dominant? You really think that's a community that will ever see me as one of them? I can live with them staring at me. They just stay out of my way. Okay. Dus die Kate, meneer Dr. Collins. Kate Collins of Kate Appleton. Die wilde zich niet ermee gaan bemoeien met het dorpje. En daarmee bedoelt ze denk ik ook met die kerk en zo een beetje. En ze werkt gewoon lekker erboven. Maar ze wilde niet echt te maken hebben volgens mij met de mensen die hier wonen. Alsof ze misschien deze mensen haat. Hey, en heeft Kate het gedaan. Oeh, girl. Kate, girl. What are you doing? Nou, ze is wel echt helemaal van de pot gerukt hoor. Oké, even luisteren. I keep looking. But it makes no sense. The area we picked the pattern up from can no longer be located on the scope. That's just not possible. You can see significant changes to the quality of the ambient light in that part of the sky. It's overexposed. Like a Polaroid left in direct sunlight. Oh no, er is heel veel licht, jongens. Er is heel veel licht. En ze kunnen het geen zien met het telescoop. Nou, dan heb je het gedaan hoor. Dan zoek je het ver op hoor. Zo, ik ga je slaan met de schep. Zo, echt wel. Ga je mappen met een schep. Ik weet niet waarom, maar... I don't know, jongens. Ik verzin soms dingen en ik heb geen idee waarom. Oké. Okay. Maar, weet je waar ik benieuwd naar ben? Ik ben benieuwd naar hoe het einde afloopt in dit spel. Want we lopen hier nu wel hartstikke leuk. Leuk door een dorpje, hè? Met ze samen, jij en ik. Ja, echt wel. Ik kijk jou nu aan, hè? En nee, je denkt niet van een andere kijker. Nee, ik kijk jou nu aan, ja. Ja, jij! Want wij spelen het samen. En ja, waar zou het einde zijn? Like, dat is nog de vraag. Zo van, waar zou dat kunnen zijn? Ik denk dat het daarboven is. Bij de, waar we ook begonnen. Dat we nu allemaal dingen weten en dan gaan we daar naar boven. En dan horen we er meer over misschien. Ik denk dat het zo hoort. Oké, nou kijk, hier heb je dat. En dan gaan we nu even hier naar boven. En dan kunnen we ook nog naar rechts natuurlijk. Misschien kunnen we dan nog... een stukje verder. Want kijk, je kan ook daarheen. Hier zijn we allemaal al geweest. Heverton Road.
Nou weet je, dan lopen we even hierheen. Oh, hier is iemand dood gegaan. Of niet? Oh nee. Wauw, Roy. Please drive carefully. Nou echt zo jongens, doe dat eens even heel gauw. Potverdrie. Oh kijk nou, drive slowly voor de herten. Nou jongens, ze zijn wel lief hier. Zo van, oh, drive slowly, hoehoe. Doe dat maar wel, ja. Zo. Oké, wow, wat was dat? Wat was dat voor een ding? Wendy. Wendy? En Wendy go? Nou, dat hoop ik niet. Hallo Wendy. Wendy girl. Wendy Lady Lou. Waar ga je naartoe? Ah, dat rijmt. Oké, maar dit hoofdstuk heet Wendy of zo? Oké. Waar wil dat ding maar naar? Ik snap die dingen niet, hè. Die dingen zijn zo helemaal gedesoriënteerd. Ze weten echt niet waar ze heen willen. Nou, dan denk ik echt van, ga maar lekker patatje met mayonaise kopen, hoor. De ballen. Die mag je echt weg. Neem ook een portie bitterballen. Oh. Jongens, ik heb zin in een bitterbal. Ja, maar ook nog één. Ik heb, ja, of twee. En dan met een dipje mayonaise. Of met een ketchupje of zo. Ja, lekker. Heel erg trek. Oh, ik zal je wat vertellen. Oh, dadelijk. Just for a few days, yeah. First thing in the morning. I don't want the kids to catch this flu if it's going round. It's probably that father, Jeremy, spreading it around while he tries to bully everyone into donations for the summer fete. It seems very quiet in the village, actually, Wendy. Not much bullying to be done. Oh, Father, I didn't know you were here. Clearly. Listen, I came up here to tell Amanda that we've had some vandalism in the village. Must be a teenage thing. A vandale. Someone's painting all over doors and things. Little vandals. Well, I'll tell Neil to make sure we're properly locked up when we go. A good man like my Eddie gone. And these thugs and yops running around defacing property. He gave everything to his country, and look what he got in return, nothing but an early death. He had a good life, Wendy. He had a short life. I look to my birds, Father. Lives lived unencumbered, free and simple. That's as God meant things to be. Okay. Nou, Wendy. Die Wendy, Wendy weet raad, jongens. Wendy weet raad. Ze weet het zeker wat ze wil zeggen. Jongens, ik ga hier de aflevering weer sluiten voor vandaag. We zijn nu hier bij een hele mooie... hoe heet zo'n ding? Zo'n boomstam... een boomhut. Zo heet dat. Ha! Zijn we beland. En hier gaan we gewoon volgende keer weer verder. Hier op Aldus Games. Bedankt dan voor het kijken voor deze video. Als je dit nou een leuke video vond, doe dan eventjes een duimpje omhoog op deze video. En laat natuurlijk ook een reactie achter. Zodat jij misschien reactie van de volgende aflevering bent. En natuurlijk wel met je theorie en hoe jij erover denkt. En dan kunnen we dat met z'n allen even bespreken in de volgende aflevering. Bedankt dan voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.